Maar ze... De Norris? De Norris Paul? Zou je meer honden leven hebben? Wie dat kunnen doen? Kunnen wij ook, denk ik. Zeker. Vertel eens, wat, zijn we al op het einde? Is het hoogtepunt geweest? Nee, echt, het hoogtepunt gaat nog komen. Oeh. Ja, zeker wel. Vertel. Ze verraadt zich al een klein beetje. Dames en heren, ik weet niet wie van jullie en wie niet is geweest, die heeft echt wel gemist. En ik weet niet of dat nog een herhaling erin zit. In hoe heet het? Theater Vlaardingen? Het is een stadsgehoorzaal. Ja. Daar treden de wannabies op. En met een fantastische maritieme show, moet ik eigenlijk zeggen. Echt geweldig, prachtig decor met de mannen in strak pak. En wat er ook strak uitziet, is Tante Sjaan. Tante Sjaan, wil je er even bij komen? Dames en heren, geef een applaus aan Sjaan Valkhof. Nou, ziet er niet strak uit, ja toch? Ja, ze willen het wel af welke kant je bekijkt. Ja. Sjaan, schuif eens op. Schuif eens op. Ja, daar kan ik wel een stukje op schuiven. Streng, hè? Zit er wel bij buiten zelf. Ja. Ik heb het nu wel een keer. Hey, Kook. Lopen we samen weer in evenwicht. Nou, vertel eens. Jij bent Sjaan Valkhof, hè? Wij kennen jou als Sandy Struis. Ja. Maar jij bent toch wel geen gast meer. Maar eigenlijk ben jij de vierde wannabe. Laat ze het maar niet horen, hè? Maar toch wel degene die voor de extra komische noot zorgt. Ik heb een filmpje gezien op YouTube. Mijn broer is geweest en die was echt helemaal wezenloos van jouw rol. Jij kwam daar op je kleine billetjes, kwam je het trapje afzetten. Want het was een behoorlijk stijl trapje, geloof ik. Big Express, hoor. Maar ik kan dus blijkbaar ook acteren op mijn billen. Ja, op je billen. Ja, ja, wij waren, Frits en ik, wij waren decorvulling. Een soort levensschilderij. Ah, dat is goed gelukt, hoor. Ja, dat is. En dan moet je het proberen om niet alle aandacht van de wannabies af te leiden. En ik denk dat dat best gelukt is. De trap was ook eng. Het was een heel mooi decor. Het was net een klucht met allemaal deurtjes. En een trap op. Het was een soort cruiseschip. En dan een doodeng, want het waren gewoon een stelling zonder hekje. Als je het eraf flikkert, dan was het einde show. En dan vinden ze je na de show terug. En dan het trappetje weer af en natuurlijk een beetje gespeeld. Dave van der Wal was er ook. En die, ik voel een hashtag MeToo aankomen. Die had een komkommer in mijn kleedkamer gelegd. Dus ik dacht, wie heeft dat ding? Nou ja, uiteindelijk was het dus Dave. En die heb ik dus op een gegeven moment ook weer erbij gepakt, in mijn koffer gedaan. En dan loop je op een gegeven moment en laat je natuurlijk expres je koffer openvallen. En dan speelt oma Cor dat briljant uit. En die, dan moet je met die komkommer. Net allemaal kleine stukjes en dat maakt het dan gewoon net leuk. Jij bent ook iemand die vlogt, hè? Zo heet dat, hè? Vloggen. Als jij hier naartoe komt, ik ben nu alweer nieuwsgierig naar het laatste filmpje. Met jou, hè? Ja. Oh, ik ga even naar... Karin is onderweg drie keer de melktandje verloren. Dus het was een mooie. Karin en Sandy zitten dan, moet je voorstellen, samen in de auto vanuit Vlaardingen hier naartoe. Daar doen ze anderhalf uur over. En soms 3,5 uur via de afsluitdijk. Met navigatie. Beb zegt links, wij gaan rechts. Dat lult. En duurt soms 10 minuten als je dat ziet op YouTube. Maar ik lig altijd in een deuk. En jij ook? Wat is er vandaag gebeurd, schat? Hoe ben je vandaag gereden? Ze wilden via de Maastunnel. Via Bergrijk? Ik zei dat de Maastunnel open was, maar dat was de andere kant. Ja. Ik ben... Nee, maar we zijn er pas al doorheen gereden, beweerden ze. Dus ze hebben mijn ene tand hebben ze hol gemaakt. En dan heb ik een noodkreuk. Maar die valt ze heeft al 3 keer de melktandjes gewisseld onderweg. Echt, als je leg ze allemaal onder je kussenkaar en vanavond, morgen is echt, je kan je vakantie boeken, echt waar. Dus dat liedje is eigenlijk over haar tanden, die teringbrug zo. Ja. Nou begrijp ik het pas. Ja, die stond nog open ook. Ja, ja, als je via Spijkenisse deze kant op komt uit Vlaardingen, dan klopt dat, ja. Oh, wat een drama. Maar goed, dat doen we dus ook. Ja, maar je wou het hebben over Sjaan.
Over Sjaan. Nou ja, ik denk dat Sjaan gaat eraan. We hebben daar aandacht voor gevraagd. Draait hij nog, die show? Nee, dat is één keer per jaar. Wat zonde. En dan, het was nu ook smiddags, dat is al erg leuk. Het zonneschijnfestijn, dat is voor mensen met een beperking. Ja, dat is fantastisch. Die heb ik, ja... Ja, jij mocht ook komen. Ja, Roel, ze zoeken voor een presentator. Ja. Nee, maar dat is echt heel leuk. En ja, met dit soort mensen werken is gewoon geweldig. En daar heb ik alleen foto's gemaakt en s'avonds dan de show. Voor de show heb ik samen met Rocco twee nummers herschreven. Eén daarvan was Islands in the Stream. Waarvan we het eerste stukje op de ouderwetse manier hebben gedaan. En het tweede stukje Eiland zonder stroom. Hij had er ook... Kokosnotenboom, alles ingepakt, maar geen stopcontact. Wekker radio, feun en lady shave, maar jij was lief als geen ander. Ah, ah. En we waren met elkaar. Ah, ah. Dat is. Ja, is oké. Ja, applaus. En we hebben de... Ja, is oké, de meer variant hoor. Hoe vind je dit ding? Sandy in een string. He, dus, ja, je kan ze allemaal zo maken, joh. Ja. Ik heb zo'n zin in mijn string. Okay. Nee, ja, goed. Maar ook daar hebben we dus ook de Zuiderzeeballade voor Rotterdamst. Ja. Die ga ik zo meteen doen. Maar jij had pas ook nog een verzoekje. Ja. Samen met Steve van Voren. Eigenlijk wel. Maar Steve die zag het niet zitten. Nee. U moet weten dat die in Spijkenisse woont, die mag met godsgratie over de aveling van de Hoogvlietes. God, dat was een gedoe. Dat was een gedoe, hè? Ik geloof 700 reacties op Facebook. Nou. Want kom niet, als je niks te zoeken hebt in Hoogvliet, dan moet je zo'n ster ook geloof ik dragen, zo'n gele ster. Anders mag je er gewoon niet in. Of je moet er juist uit, ik weet het niet. Dan moet je via het prikkeldraad en vluchtwegen moet je dan naar Spijkenisse. Dat is echt verschrikkelijk daar zo. En dan uiteindelijk sta je voor die brug. En er zijn mensen die denken van nou, weet je wat, ik kan er nog net doorheen. En dan komt de slagboom naar beneden. En ik had dan Sandy gevraagd samen met de Nederlandse Johnny Cash. Die bal met een hele mooie stem. 3 uur geleden. Ja, zoiets. Kunnen jullie geen prachtige slagboomblues doen? Ben je erin geslaagd? Nou, hij is acceptabel genoeg, denk ik. Dit is echt last minute werk, hè? Dit was echt... Nu is die echte inkt nog nat. Nou, laat horen. Nou. Dames en heren, de slagboomblues. 3 uur geleden geschreven. Ja, echt waar, hè? Het is geen flauwekul. Mooie zwarte koffie. Oh ja, gewoon bij. Ja. Oké. Okay. Dank u. Ga je voorlangs of achterlangs? Ik maak er een hele show van. Kom maar op. Ik weet niet van wie die was. Ik zag het van een afstand. God, daar gaan we weer. De slagbomen gaan zakken. Maar ik ging nog als een spier. Met gas bij. Het was het stomste dat ik deed. De slagboom heeft verloren. Wat er over is, is leeg. De slagboom is gebroken, mijn ego ook gekraakt. Dacht, gaat niet gebeuren, maar ik heb hem toch geraakt. Wat gas bij. Ik reed die slagboom net niet voorbij. De file blijft maar groeien en ik sta vooraan in de rij. Als blikken
echt eens zouden kunnen doden. Dan lag ik nu mooi op mijn rug. Ik kijk niet achterom, verzoek geen goden. En ik kon ook niet meer terug. Ik sloopte mooi die brug. Die boom kwam naar beneden. Ik had een beetje haast. Ik heb iets te hard gereden. Met mijn inschatting de naast. Dat gas bij. Het was alleen net niet genoeg. Ik zit hierbij te komen met een borrel in de kroeg. Terenbrug. Nou mag je hem hebben. Ja, geweldig. Ja, toen zei je, zing eens een liedje dan wat je met de wanden...